Ja, Laurens, ja. We gaan met jou praten. Hekwart van Oua? Ja. Ja, ja, ja. Zo heet jouw nieuwe grote project. Het gaat over allerlei zagen en legenden. Laten we er even eentje uit kiezen. Ja, Huttenklaas. Ja, Huttenklaas, hartstikke mooi. Noem het niet mijn project. Van jullie allemaal. Ja, goed. Een project voor jou allemaal, maar gaat ook over deels Huttenklaas. Even kijken. Klaas, Arne en Jannes worden veroordeeld tot de doodstraf. Arne zal worden gewurgd en Klaas en Jannes worden geratbraakt. Laat me gaan, mijn familie. Stel ik je voren, jongens. Laat me gaan. Oude verhalen, zagen en legenden. Heerlijk om te zien. Heel mooi, ja. Op een bepaalde volksheld van de baan. Heel lieflijk ook. Is dit jouw favoriet, Huttenklaas? Nee. Nee? Ja, en ik vind het is een mooi verhaal. Het is een heel bekend verhaal gebleven in de tijd. Omdat hij een van de laatste is. De allerlaatste in de regio die zo gemarteld is. Ja. En de hele familie trouwens. En zijn vrouw en zijn zoon deden allemaal mee. Maar welke is jouw favoriet dan? Van alle mooie oude verhalen die we hebben? Wat ik heel erg mooi vind. Wat ik interessant vind aan zagen en legenden. Is waar ze vandaan komen. Bijvoorbeeld witte wieven. Iedereen gaat er hekserig doen. Dat is er uiteindelijk van geworden. Wit komt van het woord wijs. Yeah. Wise. Wise, yeah. en wise. Duitse wise, Engelse wise. Iemand verwittigen. Dat waren de wijze vrouwen. Dat waren de schikgoederen bij Odin al. Maar dat waren, die wisten van natuurgeneeskunde, van gezond eten. Die wisten van het geloof. Die konden je ergens van verwittigen. Karel de Grote die komt hier eventjes de boel kerstenen. En alles wat ze niet weg kunnen krijgen, gaan ze bang voor maken. Dus daar waar je vader nog naartoe ging voor raad, werd jij bang voor gemaakt. En op een gegeven moment... Ja, precies. Die liefde voor zagen en legenden, voor dit soort verhalen, die zit in jou. Want jij wilde eigenlijk dit al heel lang maken. Klopt dat? We spraken elkaar. Ik heb toen, een jaar of 20 geleden, zoiets. Zagen, legenden, tochten, 's nachts en in de mais en zo gedaan. Ja. Daar was je ook geweest. Ja, zeker. Dus ik ben er wel al langer mee bezig met dit soort verhalen. Maar deze vraag kwam van Stichting De Nieuwe Twentse Kunst. Ja. En Jozef vroeg me om een verhaal te maken met... Dat is de regisseur. De producent. Oh, heel goed. Hij vroeg me een verhaal te maken over... zagen en legenden. En het moest een beetje Oldenzaals verhaal worden, want het gaat in Oldenzaal spelen, op het Hulsbeek. Op het Hulsbeek, hè. Dus we leggen vlonders neer enzovoorts. Hartstikke mooie plek. Ja. Heel veel mogelijkheden om van alles te doen. Ja, en dan hopen op een volle maan, want het moet ook 's avonds plaatsvinden. Dat is het. Ik heb een verhaal verzonnen, daardoor ik dacht, raap dingen bij elkaar. Daar komt de wilde jacht natuurlijk ook in voor. En heel veel verhalen gaan ook over een periode in het jaar wanneer we zeker vroeger bij elkaar gingen zitten rondom de kachel. Ja. En nu is dat... Ach. Maar toen, je kon niet meer zoveel buiten doen. Ze ging verhalen vertellen, maar het is ook een beetje een soort van... rond het jaar wisseling doen we dat ook zo van, wat hebben we gedaan? Ja, even en wat gaan we dan doen? Vooruit, En de rechtspraak komt dan ook vaak. Dat wil je dus ook meenemen. Ik heb nu een verhaal bedacht. Ja, geschreven. Buitentijdse rechtspraak is het. Je kent misschien het verhaal van de heemennekes die nog rond moeten dwalen. De dwaallichtjes, de zielen die nog geen vergeving hebben gehad na hun dood. Die moeten nog steeds ronddwalen. En die komen allemaal terug in dat stuk van jou. Ik heb gewoon bedacht dat er één keer per jaar een boetentietse boetedoening is. Ja. En vrouw Holle die presenteert dat. Ja, ja, ja. Samen met Wodan. En dat is, je hebt al jouw favorieten uit je jeugd heb je erin gestopt. Mooi. Ja, Wodan, ja. De demente Wodan van gemaakt was zo oud. Ja. De helft van de tijd weet hij niet meer waar hij is. Ja. Maar het wordt echt een gigaproductie. En je hebt daar een heleboel mensen voor nodig. Daar gaat het om. We hebben Oldenzaal en een ruime omgeving nodig om mee te doen. Er komen allemaal mensen komen zichzelf weer vrijpleiten. Bom en Berend, de bisschop van Münster, die Beentje de Koordief, zei mijn moeder. Dat waren gewoon rovers eigenlijk. Ja. Die komen zich weer vrijpleiten. Dus je hebt ongelooflijk veel acteurs nodig, mensen uit de regio die dus mee mogen doen. Ja, zelf zeker. Ook. Niet alleen om te kijken, maar ook om te acteren. Dat is de bedoeling met een aantal professionele spelers. Ja. En dan voornamelijk de hele regio die meedoet. Ja. Eigenlijk hetzelfde wat wij nu bij het Verzet Kraak in Almelo doen. Daar is het geheel nog veel groter. Maar hier hebben we vier denk ik professionele acteurs. En de rest is allemaal uit de regio. Oldenzaal en muziek in? Of is het vooral theater? Ja, met muziek altijd. Ik maak altijd... Nou, wilt u meespelen? Ja. Daar wou ik niet direct over beginnen. Maar. Ja, precies. Want 1 en 2 april geloof ik zijn de audities. 1 en 2 april zijn de audities. Op de website, Hekwart van Oan,
Of via Stichting Nieuwe Twentse Kunst. Ja. Daar kun je er heel makkelijk komen. Er staan zelfs de repetitiedagen enzovoort. Dus je kunt heel goed zien of je mee kunt doen of niet. Ja, wat te gek. En er zijn voor allerlei kleine rolletjes en voor ensemble dingetjes in koren. En, niet één keer heb ik. En dat spelen we 4, 5, 6 keer. Heel vaak. Ja, volgens mij wel 5 keer minstens. Ja, dus het wordt een enorm spektakel waar dus een heleboel mensen voor nodig zijn. Die zich allemaal kunnen aanmelden op de website. Zetten wij een link. We moeten al gaan afronden, mensen. Sorry, helaas. Jassa, ja, want het wordt wel koud.